Benny van Noord, mogen we zeggen, na een lange afwezigheid, terug aan het front? Ja, zeker. Mag je zeggen. Voelt goed? Ja, ja zeker. Zeker, ja, weet je wel. Het liefste wat ik doe is voetballen, dus ik kan weer. Op een schaal van 1 tot 100, hoe fit ben je? Lichamelijk qua pijntjes, 100%. Alleen, ik ben even een weekje ziek geweest met buikgriep en zo. En ik ben gewoon 2 kilo kwijt. En en ik ben er een paar weken uit geweest. Dus ik denk dat ik nog wel wat stappen moet maken. Hoe kijk je terug op de puntendeling tegen HFC afgelopen weekend? Nou, vooraf zei ik, als we deze gelijk spelen en winnen van IJsselmeervogels, doen we hele goede zaken. Alleen, misschien kan speelbeeld uiteindelijk wel gelijk wel terecht. Alleen, ik denk dat wij aan het einde misschien nog wel de grootste kans hadden om nog de 3 punten mee te nemen. Dus je kijkt, vooraf teken ik er op zich wel voor. Alleen, aan het einde van de wedstrijd denk ik dat we, dat we misschien nog wel stiekem 3 punten hadden mee kunnen nemen. Zag je in HFC een potentiële titelkandidaat? Ja, nou ja, weet je wel. Ik heb dat bij AFC vorig seizoen eigenlijk ook niet gezien. En ik weet het niet. We hebben een competitie waar gewoon heel veel ploegen aan elkaar gewaagd zijn. En je ziet nu ook hoe dicht het allemaal bij elkaar staat, de eerste 5 ploegen. En ze zeiden altijd pas in april, mei worden de prijzen verdeeld. Dus het is nog veel te vroeg om te zeggen. Je speelt afgelopen weekend tegen de koploper, HFC. En toevallig wijs dit weekend speel je weer tegen de koploper. Ja, klopt. Ja, nou ja, goed. Laten zij nog nu maar even bovenaan staan, denk ik. Ja. Het is een beetje onrustig aan de rode kant van Spakenburg. Ja, maar ja, goed. Hè, dat weet je. Ken je dat? Ja, weet je, het is nooit rustig geweest daar. Dus dat weten we natuurlijk. Hè, dus daar rommelt het altijd. Als het goed gaat, rommelt het. Als het slecht gaat, rommelt het veel meer. Wordt het zaterdag El Azouzi of onze vriend Van der Meijerakker? Nou ja, gewoon allebei niet, toch? Oh nee? Nou, liever niet, nee. Okay. Ja. Waar zit volgens jou de angel van dit IJsselmeervogels? Goh, ja, ik heb ze eigenlijk niet zo heel goed bekeken, hoor. Maar dat weet ik eigenlijk niet zo. Ik denk dat zij heel goed in de omschakeling zijn. En dat ze voorin heel sterk zijn. En voor de rest, zoals altijd, daar weet je gewoon dat ze kwetsbaar zijn achterin. Het is misschien een clichévraag, hoor, maar komende dinsdag speel je tegen Toppos. Speel je toch een beetje als speler onbewust op 80%? Nee, ja, ik nooit. Dus nee, zeker niet. Zeker niet. Ik speel altijd eerste wedstrijd eerst en dat is al het belangrijkste. Dus nooit. Gaat Katwijk de winter in als Herpmeister? Kan dat? Ik weet het niet. Volgens mij kan het niet eens. Okay, nee, ja. Volgens mij staat Vogels nu 4 punten voor, dus dat zou niet eens kunnen. Dus het belangrijkste is dat we er gewoon bij blijven en dat we zaterdag gewoon winnen. En dan doen wij gewoon hele goede zaken. En dat is ook voor het gevoel goed. Je gaat met een goed gevoel de winterstop in. En die lijn die we nu hebben ingezet, die moeten we gewoon doortrekken. En we moeten in een positief flow blijven. En we moeten met z'n allen gewoon 1 doel in hoofd hebben. En dat moeten we blijven nastreven. En volgens mij hebben we dat wel goed zitten. En herfstmeister of niet, maakt allemaal niet zo heel veel uit. Even met de Quickboys bellen, die won afgelopen periode van IJsselmeervogels. Ja, maar goed, we kunnen het zelf ook wel. Hebben we ook wel de afgelopen jaren wel bewezen. Dus ja, maar we moeten het gewoon zelf doen.